Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 27 juli 2015. Dus het bulletin van maandag. Niet zo heel erg veel nieuws momenteel, maar ja, het is dan ook komkommertijd. Handnieuws meldt in elk geval dat de repeater, de DMR-repeater zelfs, met de roepnaam PI1RTD, die aan het DMR-marktnetwerk staat gelinkt, is verplaatst naar de Alticom-toren. De repeater staat daarmee niet, zoals de roepnaam zou doen vermoeden, in Rotterdam, maar in Den Haag. Binnenkort verhuist ook de D-Star-repeater met een meer toepasselijke call PI1HGL naar deze locatie. De repeaters maken dan gebruik van de internetverbinding van het PI2NOS en PI3UTR-netwerk. Binnenkort zullen er ook 5 gigahertz links aanwezig zijn, waarmee dan de ontvangers van PI3UTR en PI2NOS op het netwerk gekoppeld zullen zijn. PI1RTD maakt gebruik van het gesloten Moto Turbo netwerk en is dus niet verbonden aan de Hytera repeaters in het DMR Plus netwerk dat zeer dominant in Nederland aanwezig is. Wellicht gaat het in de toekomst nog wijzigen, nu Motorola apparatuur ook met een tijdslot op het DMR Plus netwerk kan worden aangesloten. Het DMR Plus netwerk werd eerder al aan het D-Star netwerk gekoppeld, aldus hamnieuws.nl. We berichten eerder al over de Haarlemse Jamborette, waar de speciale callsign Papa Alpha 12 Hotel Juliet in de lucht is. Het evenement is ook op een andere manier in de ether actief. Via een evenementenvergunning zal tijdens het evenement dat deze week tot 4 augustus plaatsvindt Jambo Radio in de lucht brengen vanuit Sparenwoude op een frequentie van 106 MHz. In het Verenigd Koninkrijk is door 2E0RFU, wat een ingewikkelde call, 2E0RFU, een nieuwe site opgezet met kleine advertenties voor amateurapparatuur, vergelijkbaar met de zendamateurrubriek bij tweedehands.nl. Betreft een gratis, niet-commerciële site die te vinden is op radiomart.co.uk. Dus radiomart.co.uk. De site is wel in het Engels. Vaste mailschrijver Ron stuurde me meerdere berichten, waarvoor dank. Dat was onder andere de info voor het volgende bericht. Radio Maria, dat al eerder aankondigde na de sluiting van de Flevo-zenders in september door te willen gaan op de Middelgolf, ziet alsnog geen mogelijkheid om op die band te gaan uitzenden. Er is volgens het station geen betaalbaar AM-alternatief. Het station blijft wel te ontvangen via DAB+ en via internet. Het station wil voor die tijd de luisteraars uitgebreid gaan informeren. Radio Maria vindt nu de Middelgolf geen alternatief meer en digitale radio is de radio van de toekomst, zo zegt het station. En daarnaast wordt de goede geluidskwaliteit van DAB+ en internet geprezen. De zender is digitaal te ontvangen via kanaal 11C op DAB+ en via radiomaria.nl en de Radio Maria app. Gisteren was het voor de laatste keer dat het propagatieonderwerp aan bod kwam. Dat ging toen over de verschillende lagen, waarvan de F-laag de belangrijkste is, omdat hij er altijd is. Hij is de hoogste en daardoor de grootste afstanden. En hij reflecteert ook de hoogste frequenties. Er is de D-laag, een laag die niet reflecteert, maar die wel heel belangrijk is, omdat er bijvoorbeeld overdag op de lagere banden met name ervoor zorgt dat de maximale afstand nogal wordt gereduceerd. De vrije elektronen die in die lagen zitten, die leven in de F-laag, in de F2-laag het langst. En dat is ook de reden waarom deze laag ook 's nachts van betekenis blijft. In de E-laag blijven atomen en moleculen het kortst geïoniseerd. Dat wil zeggen, dan leven de vrije elektronen, als ze eenmaal ontstaan zijn, het kortst. Dat is in de E-laag 20 seconden. En in de F-laag leven de elektronen ongeveer 1 minuut. In de F2-laag is dat 20 minuten. Bij beschouwingen over propagatie wordt vaak de F1-laag weggelaten, omdat deze er niet altijd is en ook heel vaak versmelt met de F2-laag. Daarom wordt vaak gesproken over een F-laag, maar in dat geval wordt eigenlijk vooral de F2-laag bedoeld, al dan niet versmolten met die F1-laag. Het is de straling van de zon die het proces van ionisatie in de lagen van de ionosfeer veroorzaakt. Elektronen worden vrije elektronen wanneer de straling van de zon de ongeladen atomen en moleculen raakt en dus ioniseert. Omdat er bij dit proces altijd zonlicht nodig is, vindt de aanmaak van vrije elektronen alleen plaats daar waar dit zonlicht aanwezig is. Amateur radio, often called ham radio, is really many hobbies and passions under one name. From studying the stars, to creating new computer applications, to practicing their emergency communication skills every June on Field Day weekend, hams enjoy serving the community in many ways. In the early hours after the tsunami, it was ham radio that was on the air, saving lives. When Florida was ripped by hurricanes, the hams were there. In the critical moments after the attack of 9/11, it was the hams who coordinated emergency messages. When disasters strike, the hams are ready. Ham radio works when other communications don't.